Goedemorgen Vincent. Goedemorgen. Gouda. Gouda, niks minder dan Gouda. Ja, want er ligt daar tussen. Ja, wist je dat Anita Witschier uit Gouda kwam? Witschier, sorry. Witschier, vrouw van de Afro Tros uit een ver prehistorie. Ja. Dat is wat ik van het. Ik vond het vroeger wel. Maar goed, we gaan naar Gouda vandaag. Dus ik zou zeggen, welkom bij alweer een aflevering van Vincent's Nederland. We hadden gisteren een soort show. Niet eerder gedaan in Nederland, denk ik. Niet eerder gedaan in Nederland, zeker niet. Nee, het was heel gezellig, het was hartstikke leuk. En ja, daar zijn eigenlijk al mijn voorbereidingen wel heen gegaan. Dus ik ga echt totaal onvoorbereid, ga ik Gouda in. En misschien is dat maar beter ook. Gouda moet je gewoon over je heen laten komen. En we gaan wel zien wat er gebeurt. We gaan... Maar je hebt je wel voorbereid, hè mensen? Dus het is niet dat je... Nee, wij hebben ons voorbereid, maar we hebben ons niet voorbereid natuurlijk. Nee. We gaan in volle glorie, in Gouda's glorie gaan we er gewoon volop in. Gouda, we komen eraan. Vorige keer in Nijmegen, het geweldige Nijmegen, wat hebben wij daar naar ons zin gehad? Er viel op een gegeven moment de microfoon uit. Dat hebben jullie natuurlijk niet gemerkt, want dat heb ik er... 9 kilometers. We zijn er al bijna. Jezus. Op zondagochtend, eind november, september gaan we naar Gouda. Volop erin. Gouda, here we come. Gouda, here we come. Wat is dit? Kijk eens hoe gezellig het hier is. Dit gaan we nooit meer doen. Oh, jezus. Oké, we staan nu bij de aan de noordkant van het centrum. Ja, roep je maar hoor. We zijn zover. Ja, nou, goedemorgen. Gouda ontwaakt en wij nog niet. We staan in Gouda. En kijk eens even hoe gezellig en pittoresk dit eruit ziet. Gouda is een stad. Gouda is een stad. Ik heb onderzoek gedaan. Dichterbij, anders horen we het niet. Een echte Goudenaar kan de H niet uitspreken, zeggen ze. Is dat zo? De huishoudster van Haagse homo Hans had haast. Een hele harde hartaanval. Huilie. Nou, dat gaat toch wel redelijk goed. Wij zijn eigenlijk op zoek, wat moeten we hier doen? Het staat hier dus dat het een van de bekendste Nederlanders is. En ik dacht dat het DJ Chesto was. Maar nee, het is Erasmus. En die schreef brieven aan Rogier. En die waren toen al ook. En dat moeten zij lekker weten. Nou, kijk, en dit is echt typisch Gouda. Ik bedoel, daar is Gouda. Hier is Gouda en daar is Gouda. Er is eigenlijk bijna niemand en dat bevreemdt mij een beetje. En ik denk ook bij mezelf van, ja jeetje, wie komt er zo aan met een slagersmes? Als je in Gouda bent en je zit in een lunchroom, dan moet je natuurlijk ook gewoon de hele tijd van tafel wisselen. Want dat vinden de mensen die in de horeca werken echt super relaxed. Gouda is echt de place to be. Als je in Gouda wil zijn, dan moet je wel in Gouda zijn, man. Als je denkt van ik ga naar Gouda, dan moet je gewoon naar Gouda gaan en ja. Een koekje. Een tombola. Die zitten in deze envelop. Kirsten kan heel goed. Rekken. Dit is eventjes tussendoor. Ja hoor. Ik ben een notaris. Oei. En het wordt over IJssel. Nou, die mag nu. Die mag uit. Weg ermee. Kijkers te laten zien dat we niet hier lopen. Dat het echt over IJssel is. Staat hier over IJssel. Ja. Zien jullie dat? Over. Helemaal top. Kijk even goed. Ja, over IJssel. Ja. Daar gaan we heen. Even aan deze kant. Zo. Over IJssel, ja. Fijn. En vanuit hier. Zullen we kijken welke steden erin zitten? Oh, we gaan ze even af. Haaksbergen, wat heb je uitgekozen? Deventer. Leuke stad. Die is leuk. Die zou ik eruit trekken. Ja. Maak die even warm. De notaris zit erbij, hè? Dalfsen, Ommen, Raalte, Ootmarsum, Hengelo. Dat ze ook al een kans hebben. Het gaat helemaal eerlijk hier. Almelo. Wat hebben we ervoor betaald? Staphorst. Oh, dat is leuk. Dat is ook leuk. Giethoorn. Giethoorn is wel heel leuk. Zwolle is ook leuk. Maar uithalen? Gewoon, het gaat gewoon hartstikke eerlijk hier. Nee, we gaan het echt heel erg eerlijk doen. Wat moet ik nou van jou eruit trekken? Ja, die. Nou, daar komen we hoor. Waar gaan we heen? Zijn er een paar afgevallen? Even schudden. Een paar afgevallen. Nou, wat gaat het worden? Ik ga het hartstikke eerlijk doen. Ga jij trekken? Trek er maar eentje uit. Waarom zit je in de tombola te heen? Nee. Trek er maar eentje uit, Kirsten. Ja. Nou, zeg. Waar gaan we heen? Giethoorn. Die zag ik
Echt. Nou, het is echt volledig eerlijk. Totaal niet aankomen. Ja. Echte Gouwenaar is niet in staat om de H uit te spreken volgens Google. Huh? Zeg jij zijn H? Want wij zijn Gaanse kaaskop. Hoe lachen jullie dan, denk ik? Nee. Kunt u deze zin uitspreken? Nou, door de echte Gouwenees. Nou, of ja. Gouwenaars. De huishoudster van de hij zie je wel dat de homo. De huishoudster van Haagse homo Hans had haast. In het jaar 1000 was Gouda nog één grote blubberbende. Maar nadat graaf Floris V stadsbranden, geuzen en wat nazi-Duitsers overheen waren geweest, is Gouda uitgegroeid tot de stad die in het oosten van de provincie Zuid-Holland ligt. De Goudse Waag. En dat is niet zomaar een gebouw, want die is ontworpen door Pieter Post. Pieter Post. Van de kinderserie Pieter Post, Pieter Post. Dus naast alle pakjes die ook nog te bezorgen, ook nog even Huis ten Bos, een of ander gebouw in Maastricht. En ook deze motherfucker heeft gebouwd. Pieter Post, Pieter Post. De Goudse Waag is van origine en van oudsher een historisch pand. Want hier, over Pieter Post gesproken, werden alle pakjes beoordeeld op hun gewicht, zodat ze er belasting op konden heffen. En dat was vanaf de 10 pond. Dus wat deden die motherfuckers nou? We maken er pakjes van 9,5 pond van. En daar komt het oud-Hollandse gezegde vandaan. Krijg maar lekker de tering met je belasting. Ik kan kiezen voor meer informatie. Nog meer informatie dan je nu al krijgt. Oh, we gaan buiten beginnen. Kom mee. Kijk maar even mee. Het standhuis stond toen aan het veld. Ik weet niet wat dat met de kaas te maken heeft, maar stadsbrand. Alles in vlammen. Het is beter. Luister jij ook mee? Het is fucking interessant. Hier moet je naar horen. Het heeft gewerkt, want het staat er nog steeds. Ik ben hier echt best wel klaar mee. De echte oud-Hollandse kaas, zoals je ziet. Je moet even filmen hier. Al die kaas. Kijk hoe lekker dat eruit ziet, jongens. Pieter Post. Hij heeft er niet meer mogen meemaken. Hij stierf een jaar in aan de verschrikkelijke gevolgen van theepoltering en alles wat dat met zich meebrengt. Ja. Je hebt het niet in de hand. De Tweede Wereldoorlog ging het heel erg bergafwaarts met de kaas hier. We moeten naar boven. Van de geschiedenis aan wilde we hier handen. Waarom is de Goudse kaas zo populair? Koeien eten gras. En dat is de basis voor de echte Goudse kaas. Okay. Het is echt heel erg interessant allemaal. Je hebt hier allerlei attributen waar ze dan de kaas mee verrampeneerden. Zo. Want kaas is niet alleen lekker, het bevat ook belangrijke voedingsstoffen. Loop jullie eens even mee? Loop jullie eens even... Zullen we even een van die dingen op? Ja. Wacht, hoe gaan we dat doen? Loop jullie even met me mee? Als je dan de ringen, om alle ringen, dus om alle steeltjes een ring weet te werpen, ja, dan ben je een prijs. En dat is in principe, zoals je ziet, wel godsonmogelijk. Dus daar zie je de oud-Hollandse krenterigheid ook weer een beetje in terug. Zo liepen ze dus op de kaasmarkt. Dat is de Mogol. En als je denkt van nou, ik kan echt niet tablezen. Dan heb jij een mooie mis, motherfucker. Wieuw! En wie zegt nou dat wij niet verstand hebben van mode en zo? Alsof ze wisten dat ik kwam. Vakantie, Vincent. Ja, even kijken. Ja. Ouderwetse snuiflepel van Willem van Oranje. En als we het over pijpen hebben. Wat dus zo leuk is aan dit museum is dat iedereen die hier is er echt onwijs veel zin in heeft om hier te zijn. Dankjewel. Ja, ik ben een beetje opgelegd. De uitgang. Beter. Kan de echte Gouwenaar de H niet uitspreken. Als een echte Goudse dan lacht, hoe doet ze dat dan? Dat zo lacht een echte Gouwenaar. Kunt u deze zin uitspreken? Van Haagse homo Hans, van Haagse.
een hele harde hartaanval. Maar helaas haalde hij het niet om haar huppelend bij de EHBO van het Hagen Hospitaal een haakje aan een haakje te hangen. Hulli. Prima, sorry. Niet bij ons. Afdeling, moet je bij de afdeling voor, dat is de gemeente Gouda. Oh, dank u wel. Van de overheid moet je het hebben. Van de overheid. We zijn hier dus echt in het pittoreske Gouda aanbeland. Kijk om je heen, het lijkt godverdomme wel de Efteling. Leuk hè? Wat is er zo leuk aan Gouda, vraag ik me wel eens af. Hij staat nog steeds op groen. We staan hier bij de Goudse Waag. Het stadhuis van Gouda. Ja, jullie zien het niet omdat ik sta eronder. Aan de rechterzijgevel van het oude stadhuis zie je het klokkenspel. Met de mechanische poppen. Elke 2 minuten over het halve en het hele uur word je getrakteerd op een vrij schouwspel. We staan hier nu bij het klokkenspel. Kijk eens even. Zie je dat? Dat is een vrij klokkenspel, hè? En wat nou leuker zou zijn, is dat je als je ziet dat klokkenspel, als je daar nou achter een geheim kamertje zou maken. Dus je hebt hier dan een man staan, hè? En die hangt zo op zijn enorme deur. Hangt hij dan door dat deurtje, hangt hij eruit. En als die mensen dan kijken, dan trekt hij me in één keer naar binnen. Want die mensen, wat de fuck, zag ik daar een enorme lul. En ik zo uit het klokkenspel, zag ik daar echt een eikel vliegen. En dat gebeurt dus hier, niet zomaar eens oplet. Dus als je hier Japanners of gewoon mensen foto's ziet maken of kijken naar het klokkenspel, ja, dan weet jij waar dat is. Waar ga je heen, schat? Ja, ik ga even naar Gouda. Oh, niks aan de hand. Nou, niks aan de hand. Nou, helemaal niks aan, want die gaat gewoon proberen die lul nog een keer. Als je mensen ziet die foto's aan het maken zijn, ja, die moet je al helemaal niet vertrouwen. Gaan we even kijken naar het vrije klokkenspel. Zie je hem? Zie je de lul? Hij vloekte net naar binnen. Hij heeft net weer gewist, hè? Zo om je oren. Zo'n lul je bek. En daarom staan die mensen hier. Zo'n lul je bek. Wow! Klokkenspel van Gouda. Je hebt het net gemist, man. Godverdomme. De echte Goudenaar is niet in staat om de H uit te spreken. De H? De H. Dat weet ik niet. Dat mag niet meedoen. De huishoudster van Haagse homo Hans had haast een hele harde hartaanval. Maar helaas haalde hij het niet om haar huppelend bij de EHBO van het Haga Hospitaal aan een haakje te hangen. Huilie. Nou, foutloos. Google heeft dus niet altijd gelijk. Ze kunnen wel gewoon lachen. We gaan de neukende ezel opzoeken. Ja, heel veel plezier. Ja, Vincent. Ja. Sommige mensen beweren dat de Goudse grachten behoren tot de mooiste grachten van Nederland. Ik ga even kijken voor je. In principe een prima gracht. Ik zou er zelf niet heel veel aan veranderen. Misschien een tuinkabouter hier en daar, maar ik kan ermee door. Bananenpakhuis. Je moet je voorstellen hoe duizenden jaren geleden die bananen werden ingeladen hier. Dat is één voor één tilden ze die banaan heel voorzichtig zo dat pakhuis in. En die hebben ze speciaal zo krom gemaakt, zodat die banaan er dus gewoon in kon, weet je wel. Dus toen kwamen ze met die banaan en hup, zo de pakhuis in. En wisten jullie dat niemand minder dan Ad Melkert ook uit Gouda komt? En dan zie ik jullie denken, ja, wie de fuck is Ad Melkert? Inderdaad, want in de tijd dat er nog dinosauriërs bestonden, toen had Ad Melkert een snor. Kijk deze man. Breda had het Poolse monument. Gouda heeft de man met de ezel. En dit beeld representeert een man die wordt geneukt door een ezel. Stel je dat eens voor. Dat jij wordt geneukt door een ezel midden in de stad. Kan je het je voorstellen? Dat je keihard wordt geneukt door een ezel midden in de stad. Midden in de stad een hele dikke ezelpik in je anus. Keihard in de stad, in je anus, word jij keihard geneukt in de anus, in de stad, door de man met de ezel. Stel jij jezelf dat eens even voor. Ik sta hier bij een heel mooi monument hier in Gouda. Dat is het monument van de twee stoelen. De algemene beschouwingen, laten we daarmee beginnen. Wacht. We gaan gewoon puntsgewijs, Vincent. Puntsgewijs, yes. En waar beoordelen wij op?
gastvrijheid, kennis en enthousiasme over eigen stad. Joie de vivre. Joie de vivre. Waardigheid van dingen te bezien. Waardigheid van dingen te bezien. Geschiedenis. Geschiedenis. Algemene indruk. Algemene indruk. Lekkere wijven. Lekkere wijven. En het weer. Het weer. Als je maar gewoon bij het eerste puntje. Ja. Gastvrijheid. Nou, ik vond de gastvrijheid in Gouda, dat viel mij vies tegen. Niet vies tegen, bedoel ik. Ik ben wel ontvangen. Ik voelde me zeer, zeer welkom. Een dikke, dikke plus. Wat vind jij van de tennis en enthousiasme van de Goudenaars over deze stad? Nou, wat ik me nog kan herinneren van vandaag, is bar weinig, want ik ben behoorlijk moe. Ja, ik kreeg de indruk dat ze het eigenlijk zelf ook niet echt doen. Ze wisten het niet. Ze wisten het zelf ook niet. Dus dat is een dikke min plus. Een dikke min plus voor dat punt. Joie de vivre. Joie de vivre is hier wel te vinden. Kijk, bedoel ik uit. De hele terras is vol kermis, de hele cholera zo. Een en al joie. Dus dat is een dik, maar het is niet de joie die ik op een gegeven moment voelde in Nijmegen. Er is joie in Gouda. Ik had het echt niet verwacht. Ik dacht bij mezelf, Gouda, wat de fuck moet ik daar nou mee doen? En er is vivre. Gooi wat joie in die vivre, mensen. Waardigheid van dingen te bezien. Ik ben nog met de vivre bezig en jij begint al met de joie. Oh, sorry. Nee, ik ben klaar. Waardigheid van dingen te bezien. De waardigheid van dingen te bezien. De waardigheid. Ja, wat hebben we gezien? Een museum. En een stuk kaas en een mevrouw, ik wou zeggen oud wijf, die dan over kaas prittelen. Maar dat vind ik zo respect aan. En een mevrouw die dan over zo... Ze was wel bevlogen. Ze was zeer bevlogen. Ze was een beetje geïrriteerd over ons klompenransje. Nee, ze kwam heel netjes vragen of wij alsjeblieft die kankerklompen uit wilden doen. Ja, je zou geen kanker missen. Tyfusklompen. Excuus. Fiat Panda is ook niet meer in de question. Daar is mijn oma aan overleden toen ze uit het vliegtuig kankerde. Zo. En toen een Fiat Panda tegen de hoofd kreeg. Ik ben geneigd te zeggen, er is veel te bezien. Of het waardig is. Nou, ik vond het wel waardig. Jij vond het waardig? Ik vond het waardig. En ik heb het ook waardig bezien. Zeker geschiedenis. Gouda heeft geschiedenis. Dat is één iemand zelf is. En als er iets is wat mij echt totaal niet boeit. Geschiedenis. Dan is het wel geschiedenis. Dus ja, wat voor punten geven we daar eigenlijk voor? Ja, er is geschiedenis. Er is geschiedenis. Ja, puntje. Er is geschiedenis. Algemene indruk. Ja, qua algemene indruk ben ik, moet ik eerlijk zeggen, wel onder de indruk van de algemene indruk. Wat ik, waar ik aan denk, als ik Gouda, het bord Gouda zie op de A12... Erbij, zo snel mogelijk langs. Ja, ik heb nog nooit de neiging gehad om hier naar binnen te gaan. Maar nu ik eenmaal in Gouda ben, ja, het bevalt me eigenlijk wel. Ik bedoel, het is niet onwijs vervelend of zo. Belangrijk punt, lekkere wijven. Er zijn hier heel veel lekkere wijven. Die beoordeling slaat eigenlijk ook nergens op. Maar er zijn wel heel veel mooie vrouwen in Nijmegen. Breda. Gouda. Ik denk bij jezelf van, joh. Ik zoek een lekker wijf. Of ik wil een relatie starten. Een relatie, dat wil je niet. Niet? Waarom wil je een relatie? En je kijkers misschien. Wil jij een relatie? Wie weet. Nee, ik ook niet. Het weer. Voor eind september. Nou, en over de gehele linie genomen denk ik dat Kleibel, climate warming, climate change en... Helemaal toppie. Ik zou zeggen, gooi nog een barbecue op je burger en lekker opwarmen die aarde. Resume? Een cijfer. Een cijfer? Nee, geen cijfer. Ik zeg gewoon... Waar staat het in het rijtje met Middelburg, Breda? Ik denk dat Gouda gewoon... Gouda staat gewoon waar Gouda hoort te staan. En dat is op dit moment plek... Gouda. Plek Gouda. Gefeliciteerd Gouda. Ben je echt in Gouda geweest zonder een authentiek naar origineel, authentiek Oost-Indisch recept goudse stroopwafel te halen?
Hallo. Hallo.